Nee, ze hadden ze wel wat mooiers neer kunnen zetten, denk ik. Ja, hij gaat weg. Oh, gelukkig. Het grote blauwe kunstwerk op het Nijmeegse Kelfkunstbos wordt volgende week weggehaald. De Hoogstraat wordt verplaatst en heringericht. Daardoor is er geen plaats meer voor het 35 meter lange gevaarte, waar de meningen over verdeeld zijn. Oh, moet ik even kijken. Gaan we onderstaan? Ik heb geen idee. Ik weet niet precies wat dat voorstelt. Het is voor mij wel, als ik denk aan Nijmegen, dan denk ik wel aan dit kunstwerk. Ik vind het altijd wel toegevoegde waarde hebben om in zo'n stad wat kunstwerk te hebben. Eerlijk gezegd vind ik er niks aan. Nee, vindt het niet mooi? Nee. Nee. Nee, ze hadden ze wel wat mooiers neer kunnen zetten, denk ik. Ik vind het erg leuk hier staan. En voor mij mag het blijven staan. Ja, ik weet niet. Het staat niet zoveel voor, hè. Dat is niks, joh. Nou, ik ging natuurlijk gelijk al achteruit om het goed te kunnen bekijken. Want het staat zo dicht op, dus je kunt niet goed zien wat het is. Ik vind het sowieso leuk dat het hier staat. En ik vind het leuk dat je niet gelijk ziet wat het is. Dus dat je een beetje moet zoeken van, nou, wat zie ik er nou in of wat is het? Het geeft wat speelsigheid en dat het helemaal vlak is. Het kost geld en je hebt er niks. Wat zie jij erin? Ook niks. Dat zou ik eerlijk zijn, je ziet er ook niks. Nou, het is wel mooi, maar hetzelfde als mijn man. Nou, hetzelfde als mijn man, nee. We weten ook niet wat dit voorstelt, nee. Ja, hij gaat weg. Oh, gelukkig. Het zal de kunstenaar niet leuk vinden, maar nee. Voor mij mogen ze er wat anders neerzetten. Ik denk dat ze het tegen zijn Dukenburg dumpen, of niet? Oké, okay, nou ja, dan wordt hij toch op een andere plek weer opgezet. Dan is het ook goed. Laat maar gaan. Maar hij heeft toch niks aan. Het heeft een hoop geld gekost en wat voor nut had het? Ja. Dat heeft me geen nut. Nou ja, jammer. Dat is dus eigenlijk buiten zicht van iedereen. Want hier, dit is een ontmoetingsplaats. En Dukenburg, dan is het maar een beperkt publiek wat dat ziet. Maar hier gaat het helemaal veranderen. Ja, nou, we zien wel wat het wordt. We laten ons verrassen. Het kunstwerk wordt eerst in delen opgeslagen en uiteindelijk opnieuw opgebouwd, maar dan in Dukenburg. Op de hoek van de Van Boetbergweg en Van Apelterenweg. Vanaf 30 augustus gaat de gemeente dan aan de slag met de Hoogstraat. Vanaf dat moment is ook de voerweg afgesloten tot 10 oktober.